Voor blinde mensen is reizen met het openbaar vervoer bepaald geen pretje. In Amsterdam krijgt het personeel van het vervoersbedrijf daarom extra scholing om beter rekening te houden met de blinden. Henk Kortschot reist al meer dan 30 jaar in de hoofdstad en weet als geen ander waar het fout gaat. Maar meneer Kortschot, u gaat ons vandaag assisteren. Hè? Want met alle respect, u bent stekenblind. Klopt. En dat wil zeggen dat ik dus inderdaad helemaal niks zie. Ik heb zelfs kunstogen, dus ik zie echt niks. En dat betekent dat wij vandaag een reisje gaan maken. Zo, even die jas aantrekken. Ik doe de zaal eventjes dicht. Maar u gaat altijd als een soort verkeersbrigadier op pad. Ja, sommige mensen denken dat ik een landmeter ben, ondanks dat mijn stok zelfs rode strepen heeft. Maar toch aan de andere kant, ik ga altijd zo op pad, want ik wil graag zichtbaar zijn. En u bent niet van de hond? Nee, op zich zou ik wel graag willen lopen met zo'n hond, maar de verzorging eromheen, dat geeft mij te veel werk. Ah ja, dat geborstel. Hè? Ja, en uitlaten en wat heet stofzuigen in je huis, denk daar eens aan. Heveldagen al daar hopeloos. Ik ga nu oversteken. Dat betekent dat ik de zebra zoek. Ze hebben me helemaal aangegeven. Dat gaat hier nog wel lukken. Maar nu moet ik me gaan concentreren op het middelpunt van het Hoofdplein. Althans, wat voor mij het middelpunt is. Heeft u ook wel eens iemand verwond met die stok? Nog nooit. Wel een auto beschadigd. Ah. Geschramd. Ja. We gaan nu naar de Van Baarlestraat toe. En het handige is dan dat ik dan weet waar ik uitkom. Dus ik loop nu over de zwemhalte. Het is een erg smalle halte trouwens, deze halte. En de vraag blijft natuurlijk van, hoe vinden wij straks de achterdeur? Want de tram stopt nooit precies op hetzelfde punt. Dus het blijft afwachten of ik straks de achterdeur ga vinden, ja of nee. Ik ga kijken of ik de achterdeur kan vinden. Ik ga naar deze kant lopen. Kijken of ik hem kan vinden. Nee, dat gaat verkeerd. Ik moet naar voren. En hier hebben ze dan gevonden. Zo, een hele goede morgen allemaal. Heb jij nog een tip voor mij? Nou, in ieder geval als hij bijvoorbeeld iemand ziet lopen op de halte, dan moet je dan toch even het hokje uit te komen om te zeggen van waar de tram dus zich bevindt. Komt u het hokje wel eens uit, meneer? Wij mogen het hokje niet uitkomen. U mag het hokje niet uit. Hoor je dat, Henk? Ja, die hoort. Het zou dan handig zijn als hij het hokje niet uit mag komen, om dan bijvoorbeeld een fluitsignaal aan de deur te hebben, dat je in ieder geval kunt horen waar de deur zou zijn. Komt Jan? Wat zegt hij? €7,48. Oké, dankjewel. Hartstikke goed. Dan weet ik wat op elkaar staat. Dankjewel. €7,48 staat op elkaar. Het uitchecken gaat nog niet altijd even goed. En dat betekent dus dat ik ook spontaan geld kan kwijtraken. Maar u zou eigenlijk een luidsprekertje willen, zodat u kan horen wat er op de kaart staat. Ja. Dit is het geluid van een nieuwe tram. Dus even vragen wie het welke tram het is. Hallo, goeiedag. Hoe klein bent u? Ik wacht op een volgende tram. Dankjewel. Bye bye. Zag je wat er gebeurde? Nee. Ik moest kloppen om te zorgen dat de bestuurder zijn deur opendeed. En waarom was dat? Ik denk omdat het nu zo koud is. Au. Goeiedag. Welke lijn bent u? Welke lijn bent u? 12. Oké, wacht even. Dankjewel. Tot kijk. Doeg. Weer. Oké, goedemiddag. Goedemiddag. Alles wel? Alles wel. Oké. Even de automaat zoeken. Ja, ja! Kijk eens eventjes. Ze kunnen het moeilijk zien, dus dan help je ze waar dat ding zit. Of dat we zo'n oude tram hebben of een nieuwe tram. Ja. Want hier moeten ze 3 treinen op en ja. Lastig. Even een vraagje. Kun je even meekijken hoeveel geld het kost? Oh. Ik struik al over het trappetje. Geeft niks. Oh, ja, niet zo. De chauffeur moest kijken van wat het geld ging kosten. En ik wilde naar achter stappen om de chauffeur de mogelijkheid te geven om even de elkaar tegenaan te houden. En dat vergat ik een trapje bij en daardoor viel ik. Meneer Kortschot, wat is de les van vandaag? De les van vandaag is dat het voor ons veel energie kost om te reizen. Maar met een beetje extra hulp van de mensen van het GVB kunnen we een heel eind komen.